Wat is het probleem met videogames eigenlijk? Wel, videogames is een surrogaat voor zingeving. En dat is iets dat mij heel nauw aan het hart ligt. In die videogames heb je een surrogaat voor iets nuttig doen in het leven, dopamine krijgen in het leven. Net zoals dat je in porno een surrogaat hebt voor een relatie. En natuurlijk, en ik begrijp de jeugd, ik heb zelf ook van mijn, 12 tot mijn 14, 15, elke dag porno gekeken. Links kun ik klappen in uw handen. 3, 2, 1. Het leek alsof Alix niet geklapt had. Ik had geklapt. Ik heb hem zien klappen. Welkom bij Vettige Klap. Wij zijn naar de controversiële lezing van Dries van Langen overgegaan. En wij, dat zijn vandaag Alix. Dat ben ik. C. Dat ben ik. En ik, Kaar. Alix, wat zijn uw hobby's? Heb jij twee hobby's? Ik heb twee hobby's, ja. Eén is videogames. En de ander is toch wel porno kijken. Ik dacht wel dat je dat ging zeggen. Daarom heb ik deze video klaargezet. Videogames is een surrogaat voor zingeving. En dat is iets dat mij heel nauw aan het hart ligt. In die videogames heb je een surrogaat voor iets nuttig doen in het leven, dopamine krijgen in het leven. Net zoals dat je in porno een surrogaat hebt voor een relatie. En natuurlijk, en ik begrijp de jeugd, ik heb zelf ook van mijn, 12 tot mijn 14, 15, elke dag RuneScape gespeeld. Ik vond dat superleuk. Ongelooflijk plezant. Maar dat is omdat dat een surrogaat is voor echte iedere dag. Je kunt er op avontuur gaan, dit en dat. En dan het echte leven interesseert u niet meer. Hetzelfde zien we nu bij porno. Veel jonge mannen, maar ook jonge vrouwen. Hè, want wat is het, ik ben de cijfers nu, ik weet ze niet even niet meer uit het hoofd. Maar van onze 12-jarigen heeft al 80% of zoiets hardcore pornografie gezien. Waar zijn die cijfers? Toen je 12 waard, als je al hardcore porno gezien. Zo van, oh, die zijn aan het seksen. Nee. Zo, in films of zo. Maar effectief op het internet het opzoeken? Nee, dat weer niet. Ik wel. Maar jij bent toch een sloeber. Ja, maar ja, ik zit al kei lang op het internet. En de oude mensen hadden niet door wat ik daarop deed. Week spelen. Wanneer heb je eerste videogame gespeeld? Mijn eerste videogame toen ik 4 jaar was of zo. Op een, wat is dat, een Schneider of een ZX Spectrum. Het was een groen scherm en het werkte met audiocassettes voor data. Daarna had ik een 386 voor Wolfenstein en dan de 486 voor Doom. Enfin, toen ging het allemaal bergaf. Ik heb veel games gespeeld. Kan iemand op play duwen, alstublieft? Ik verlies interesse in het leven, omdat je RuneScape speelt van je 12 tot je 14. Maar ja, bij RuneScape wel, maar bij goede games niet. Nee, maar ik bedoel, 12 tot 14, je gaat naar school, je speelt met je vriendjes op de speelplaats. Allee, ja, als je 14 bent, misschien is dat niet spelen, maar praten. Slaan. Toen ik 14 was, speelde ik met mijn vrienden op school Counter-Strike. Maar je hebt nog steeds contact met gelijk je klasgenoten en zo. Je gaat nog altijd naar school, dus ik vind dat zo. Het echte leven interesseert je niet meer. En RuneScape is ook een sociale game. Hè? Ik bedoel, je hebt nu raids, je hebt samen, kunt je naar Bandos gaan, Saradomin of Zamorak. Allee, God Wars Dungeon, dat moet je met minstens 2 of 3 doen. Hè? Dus dat is ook sociaal contact leggen. Hè? Die hun eerste kennismaking met intimiteit, met relaties, met het andere geslacht, is er op een schermpje te zien hoe een vrouw langs alle kanten genomen wordt door 4, 5 mannen. Dat is, de impact daarvan is verschrikkelijk. Ja, maar die pornografie en die videogames leunen heel dicht bij elkaar aan, omdat ze beide een surrogaat zijn voor de echte wereld. Wij moeten jongeren aanleren dat ze dopamine kunnen halen door te werken in de tuin, door te sporten, door hobby's, door vrienden, door te netwerken, door te gaan werken. Dat is een iets veel echter, op lange termijn iets veel gezonder en beter dan de hele tijd videogames te spelen. Als het niet lukt om in de tuin te werken, pak nu dat je gehandicapt bent en een rolstoel. Wat een rare ondertiteling. Je zijt. Pak nu dat je zijt. Ja. Ik heb ooit mijn amandelen uit laten nemen en kon ik ook een week niet uit mijn bed. Dan was ik heel blij dat ik toen naar series kon kijken op mijn laptop. Dus ik ben geen zelf hem gekeken hebben. Oh. Grey's Anatomy. Sowieso Gilmore Girls. Gilmore Girls of Pretty Little Liars. Sowieso Gilmore Girls. Onder Rousseau en ik samen Pretty Little Liars. Wel niet Vlaams, hè? Misschien was het gewoon FC de kampioenen dan. Videogames spelen is hetzelfde als bintje in je bed. Of porno kijken. Maar als je nu porno bintje in je bed? Dan ben je een vrouw.
Want vrouwen bingen series en porno bingen zal dan ook iets voor vrouwen zijn dan. Dat moet nog komen, dat vrouwen series bingen. Ik ga verder, hè. Voor mij moeten sommige dingen daarvan wel kunnen, maar door de band genomen voor de gemiddelde jongeren in ons land zou ik ten stelligste afraden om uw tijd te verdoen met videogames te spelen, porno te kijken, ongezonde voeding en voor de vrouwen is het dan series te bingen in plaats van videogames te spelen. Dat is een surrogaat voor het echte leven en je zit met een achterstand. Je leeft maar één keer, maak neem een shot iedere keer als hij het woord surrogaat zegt. Ontdek de wereld, begin te werken, werk aan een relatie, sticht een gezin. Op je 12e, sticht een gezin. Maken, in hebla, kinderporno. Maken. Want je begint met een meisje dat daaruit kleedt, langzaam. En je denkt als jongens, oh, dat is hier, jongen, amai. Je dopamine, oh, die 2-3 weken mijn later... Mijn dopamine en penis zijn aan het trinkelen. Meisje dat daar traag uitkleedt. En dan moet het al iets harder zijn. Ik ga de termen niet benoemen of de video gaat verbannen worden van YouTube, maar het moet altijd maar harder en harder en harder gaan. Om het uur zitten bij de gortigste hardcore porno. En het volgende stadium, dus misschien controversieel, het volgende stadium is kinderporno, voor alle duidelijkheid. Hij gaat het niet uitspreken, want het gaat demonetized worden, maar kinderporno. Kinderporno! Nee, nee, even terzijde. Het stoorde mij die dag al en het stoort mij nog steeds. Die zijn kravat hangt scheef. Ja, zijn knoop is zo'n beetje goed. Ja, hij prutst dat... zoveel aan zijn overallek, aan zijn vestje, maar niet aan zijn das. Ook de manier waarop hij zijn jas terug toetrekt. Hij glijdt zo zijn ringvinger en zijn wijsvinger onder zijn jas en dan trekt hem dat zo terug. Maar dat vliegt direct open, hè. Uw jas hangt open. Ik vraag me af... of dat iets mannelijk, alleen of dat iets is, de manier waarop dat je jas doet. Je blazer. Er is zoiets aan een jas dragen dat je. Het is een blazer. Zo'n blazer, hè, dat je hem de hele tijd open doet en de rug dicht doet. Dat is iets aan politiek. Maar normaal gezien, als je ziet, doe je hem open en als je recht staat, doe je hem toe. Ja. Ja. Maar ja, hij ziet zo de hele tijd te gesticuleren dat waarschijnlijk niet. Hij verstopt zich onzeker. Hij zit waarschijnlijk onzeker over zijn hemd en zijn buik. Misschien is hij dikker geworden. Dikke Dries bestaat. Oké, dus je begint met een striptease. Dan gaat het naar hardcore porno en dan gaat het naar kinderporno. Nu gaat hij het equivalent geven in gaming. Play. Bij videogames gebeurt exact hetzelfde. In het begin speelt je misschien een tragere strategy game of ook bij een first-person shooter. Een heel goed voorbeeld. Battlefield vroeger, gigantische mappen. 12 spelers, kon een half uur duren voordat je een tegenstander tegenkwam. Nu heb je Call of Duty, Nuketown, en gewoon, je wordt gedropt. Binnen de 2 seconden moet je tegenstander zien, moet je beginnen schieten. Je bent dood, direct terug. Pauze. 2 minuten. Oei, pauze. Fuck. Welke spellen heeft hem vermeld? Call of Duty was daarvoor. Hij zei gigantische mappen. Ik weet niet wat het hem zei. Ik heb het niet. Dat is Battlefield 1942. Dat was 16 tegen 16. Niet 12, gelijk dat hij zegt. Wanneer is dat uitgekomen? 1942. Nee, Battlefield is denk ik 2007 of 2008. Nee, de eerste Battlefield is 2004. Dus hij heeft langer gespeeld dan 2002. Het is niet gestopt bij RuneScape. Hij is niet gestopt bij RuneScape. Hij is begonnen bij RuneScape en geëindigd bij kinderporno. Nee, Call of Duty. En dan kinderporno. Nee, dus je begint met een strategy game. Dus de Age of Empires. Age of Mythology. Age of Empires is de gateway terug. Dan speel je Battlefield. En dan kijk je nog op Call of Duty. Dus ook voor minder. Call of Duty is kinderporno in zijn vergelijking. Gelijk, als je FIFA speelt, ga je van FIFA ook dezelfde volgorde volgen? Van FIFA gaat je naar Formule 1. En van Formule 1 kom je in de hardcore swingerwereld terecht. Ik denk van FIFA gaat het over naar marihuana en dan naar heroïne. En dan naar de bak. Ja, ik denk dat Dries een beetje te veel naar Footloose heeft gekeken. Maar daar was het met muziek, niet met gamen. Lightning. Wat? Nee, Chris Lightning is niet Footloose. In Footloose verbannen ze muziek, omdat dat, want de duivel is, omdat dat slecht is. En dan verbranden ze ook boeken, en dan weet ik veel wat allemaal. En dat is met, Litgo. De pastoors. John Lithgow speelt hij in Footloose. Ja, dat is de pastoor. En was hij toen al oud? Hij had bruin haar, denk ik. Swat, daar werd ook alles verbannen. Zelf muziek. Omdat ze zeiden, dat leidt tot drugs. Zoet verminder, jongen. Muziek is drugs.
Kijk naar Taylor Swift, al die junkies die daarvan komen. Ik vind het raar dat Dries niet heeft gezegd dat videogames leiden tot drugs. Dat ontbrak er. Daar heeft hij niks over gezegd. Videogames zijn wel beter met drugs. Dat weet ik niet. Ja, die fish. Putputretten zo. Het is de enige manier waarop ik nog Freddy Fish en Putput kan spelen, is met heel veel drugs. Of Pajama Sam. Dat is ook zo'n klassieker. Allee, speel de stomme video verder. Ik ben niet te hoog. Oh, maar dat had maar sneller en sneller moeten gaan. Die dopamine moet altijd maar meer pompen. En als je dan de computer uitschakelt en je moeder zegt, ga een keer naar buiten. Ga een keer naar buiten, dat interesseert me niet. Dat is gewoon hij heeft slecht. Geen vader. En wel als het regent. En vaderloos figuur. Dan zoek je een goede hobby, dan leest je een boek. Allee, waarom leest de jeugd geen boeken meer? Omdat je... Maar ja, weet je, ik wil al iets zeggen over dat boeken lezen. Ik vind, op zich, boeken lezen kan ook een soort van verslaving zijn. Hè. Dat is ook een ontsnapping van de realiteit. Hè. Op zich, goed, je bent iets actiever bezig, maar je hebt mensen die zich ook opsluiten in niks anders dan 50 tinten grijs lezen of andere interessante literatuur. Het punt is dat sommige boeken zijn interessanter om te lezen en Fifty Shades of Grey is... Ik bedoel... Kun je de hele dag boeken lezen, maar de dag allemaal is niet hetzelfde. Ja, wel, maar dat is hetzelfde punt met videogames. Je hebt Candy Crush en je hebt deftige games. Allee, Candy Crush is nu niet echt een videogame, maar... Dat is zo'n game dat je brain rot geeft. Echt gewoon zo, gewoon simpelweg swipe, swipe, pling, pling. Oh, dopamine, hartjes, ja. Ja, maar Dries zet alles in dezelfde categorie. Alle spellen zijn ja, die weet niet slecht. Beter. Oh, een keer naar buiten, dat interesseert me niet. Dat is gewoon slecht. Ja? En wel als het regent. En er zijn andere games en producten. Dan zoek je een goede hobby, dan leest je een boek. Allee, waarom leest de jeugd geen boeken meer? Omdat een gsm en een computerspelletje is gewoon veel interessanter. Is veel meer dopamine geeft. Ja? Maar wat is op lange termijn het gezondste? Echt niet videogames, hoor. Echt niet. Nee, maar ik denk niet dat je ze kunt gelijkstellen met hardcore porno op CP, gelijk hoe daar wat zijn. Nee, maar het is een... Oh, duty, oké. Eigenlijk kun je het wel gelijkstellen, want de effecten op je hersenen zijn quasi dezelfde. Het is ook verslavend. En het zorgt ook voor een circuit van dopamine dat gewoon kortgesloten wordt. Je moet altijd maar sneller gaan, heviger gaan. Bro, ik heb het zelf ook gehad, hè, RuneScape in de tijd. Dat was ook verslavend. Ik heb het gelukkig meegemaakt. Beslist om te stoppen, ben beginnen sporten en van alles en nog wat. En ben daardoor de persoon die ik op vandaag ben, mocht ik blijven doorspelen. En ik ken mensen die dat hebben gedaan. Waar had ik dan gestaan? Is de schuld van RuneScape? Waarschijnlijk ook wel niet meer. De schuld is de toegangspoort tot kinderporno. In ieder geval de Driesen is het. Ja, blijven luisteren. Zeker wel zijn. Ik heb niet de neiging om ineens mensen overeen op wiel schieten zoals ik ben. Dat heb ik ook nooit gezegd, en vooral duidelijkheid. Ja, maar ik wil maar gewoon de vraag stellen, waar ik dan kritisch over nadenk. Als dat allemaal wordt afgeschaft, al die porno weg, al die videospelletjes weg, gaan de mensen dan niks anders zoeken waarmee dat ze tot het extreme kunnen gaan. De mensen gaan sowieso iets vinden waar het extreem is. Nee, ik ben daar fundamenteel mee oneens. Volgens mij moesten kinderen opgroeien zonder videogames. Dan hebben ze daar gewoon geen nood aan. Dan gaan ze wel andere manieren vinden. Hè. Ik denk dat ik, hè, misschien ook ondertussen een dagje ouder aan het worden ben, maar in mijn jonge tijd, hè, toen ik jong was, hè, dan speelden wij op straat met krijt en met fietsjes en met van alles en nog wat. De dag van vandaag gebeurt dat gewoon minder. Hij zegt, ja, ik was met krijt aan het spelen op straat, maar hoe oud waard je? Je doet dat niet als 12-jarige of als 14-jarige, toch? Allee, 12 jaar, wat is dat, 6e leerjaar? Had jij dan nog, gelijk, hoe heet dat, dat je zo hopscotch, of dat je zo vakken tekent, 1, 2, 3, en dat je hinkelen. Nee, gewoon hinken. Ah, hinken? Ik dacht dat hinkelen was, anyway. Maar jij moet weten, dat is voor meisjes. Het doet er niet toe. Hij zegt van, ja, 12 tot 14, de RuneScape, je moet in de tuin gaan werken. Ik was met krijt aan het spelen, mensen moeten boeken lezen. Maar die haalt zo alle leeftijden door elkaar. Vooral duidelijkheid, ik ben ouder dan Dries. Zeg jij niet 28? Ja, het is altijd 28. Ik ben al lang 28.
Maar de dag van vandaag gebeurt dat gewoon minder. Ik wil er ook niet een oude boomer uithangen en doen alsof geen enkel kind nog buiten speelt. Ik weet wel dat dat wel zo is. Maar kijk maar naar de laatste cijfers nu in de kleuterklassen. Ze hebben daar paniek. Hè. De iPad, baby's die gewoon opgroeien met de hele tijd een iPad. En ik ben in wereld vreemd. Ik weet ook, als je met je kind op restaurant gaat, een iPad dat kan even voor rust zorgen. Als je doodmoe toekomt van je werk, je kind een educatief filmpje of spelletje geven op een iPad, dat is helemaal geen ramp. Maar als je kind constant een iPad gaat geven en als hij daarmee opgroeit en dan in de videogames rolt, zelfs de ogen ontwikkelen anders. Hè. De dopamine-receptoren ontwikkelen anders. Die kinderen geraken gewoon op die manier in een vicieuze cirkel. Dus ja, dat is negatief. En ik ben ervan overtuigd, als we kinderen laten opgroeien zonder pornografie, dan gaan ze dat niet missen. Vroeger was dat er ook niet. Hè. En dan had je natuurlijk een paar psychopaten die wel de weg uiteindelijk vonden. Dat was er wel. Veel meer pedofielen. De snoeks. Door pornografie. Psychopaten. Dat is ook een rare kronkel. Maar in de jaren 70 waren er toch pornocinema's in Brussel. Ligt dat niet eerder aan de opvoeding dan aan gewoon de technologie? Dat is echt. Ik versta technologie, maar het feit dat we vooruit gaan, ligt dat niet eerder aan de opvoeding? Je gaat mij nu toch niet wijsmaken dat 70 jaar alles beter was dan het nu is. Oké, maar dat speelt samen natuurlijk. Hè. Als je kind een smartphone of een iPad of een computer heeft, wat kun jij als ouder doen om te voorkomen dat hij naar porno gaat surfen? Je hebt van die applicaties, hè, maar of dat ze werken, dat weet ik niet. Maar kun je dat niet tegenhouden? Je kunt dat niet tegenhouden. Dus nee, ja, het ligt aan de technologie. Ja, ja je zegt nu, van, hoe komt het dat ik dan ik niet denk zo wel dat je het concept van een gemiddelde, dat zult je wel begrijpen. Hij zei nu, noemt hij die jongen. Hier wordt hij kwaad. Negatieve effecten van pornogebruik. Je zult misschien een paar uitzonderlijke mensen hebben die daar geen negatieve effecten van hebben. Ik trek dat ten zeerste in twijfel. Volgens mij is dat een zuiver negatief verhaal, die pornografie. Maar dat wil toch niet zeggen dat het over het algemeen, gemiddeld genomen, gewoon slecht is. Is er iemand in deze zaal, steek uw hand omhoog, die denkt porno dat een kind er geen negatief effect van heeft als het op zijn 12 jaar als eerste kennismaking met intimiteit, met seksualiteit, met het andere geslacht, hardcore porno ziet op zijn 12 jaar. Het is zelfs nog vroeger. Ik heb leiding gegeven in de Giro. Jongens van 8, 9 jaar, ja, ja, allemaal pornografie gezien. Ik dacht, ik dacht, dit is niet goed. Hè. Dit is een ramp die op ons afkomt. Een ramp! Wordt die generatie volwassen en die zijn daarmee opgegroeid. We hebben het allemaal, moet niet flauw doen. Iedereen heeft wel een keer porno en dit en dat gezien. Dat zal wel een effect hebben op ons ook. Maar dat is een generatie die daarmee opgroeit, hè, van kinds af aan. Dat is, ik denk dat de gevolgen daarvan niet te overzien zijn. En we gaan die binnenkort pas beginnen merken. En trouwens, ik zei dat 6, 7 jaar geleden al, in de morgen, bij Joël de Keulaar. En toen was dat een heel grote controversiële titel. Ik werd overal belachelijk gemaakt. In de standaard schreef dat een pilaarbijter was. En dat, ze trokken mij overal in het belachelijke. Al wel, een paar maanden geleden was er zo'n experte van, wat is dat programma daar, Blind Getrouwd of een of ander van die belachelijke programma's. En daar zei die expert dat de pornografie zo negatief was en dat in de lockdown die negatieve effecten nog versterkt waren, hè, bij jonge mensen. Is dat beter aan videogames spelen? Gelijk, wat dat betreft. Nu nog over een volgende. Animal Crossing. Ja, conclusie. Hij zegt dat het uitzonderlijk is dat je geen negatieve effecten zou hebben. Ja, niet kunt. Ik heb wel wat porno gezien. Ik voel daar niets negatiefs aan. Ja, ik vind dat hem ook zo geen nuance doet. Van als je een videospel speelt, volgens hem spelen dat elke dag gelijk 8 uur per dag of zo. Je gaat naar school, ofwel als je al werkt, ga je werken. Je komt thuis, opent je een zak chips en je begint gewoon te gamen. Of je zit series te bingen. Nee, series bingen is oké. Het is wel... Het is redelijk vrouwelijk. Als je het een week doet, als je ziek bent. Ja, als je mannen getrokken zijn, ja. Dan mogen we het doen. Dan krijg je een doktersbriefje, je mag 1 week series bingen. Dat zijn de uitzonderingen waar hij het over heeft. Ja, misschien ook als je regels hebt. Ja, maar ook niet te veel uitzonderingen maken. Daar wil het hij niet van weten. Hè. Zijn videogames en porno net hetzelfde? Nee. Maar wat is je favoriete game? Maar ja, dat is moeilijk om is te zeggen. Is het Hentai Linda? Nee, het is Cyberfurry 3000. Mijn favoriete game is, jullie kennen het allemaal, hè. Wait. Het is Club Naughty. Ja, nee, mijn favoriete game hangt af van periode tot periode. Nee, weet je, dat verandert met die jaren. Ik denk de originele Comet Evolved was mijn eerste introductie tot echt videogames. Halo Comet Evolved en dan RuneScape. Hij is zo jong. Zo jong en zo onschuldig. Ja, mijn eerste game was Halo. Ja, op de Xbox, hè, man. Dat was echt een top game. Ja, maar de Xbox, dat is al de PS2-generatie. Ik ben van 2 generaties ervoor begonnen. Mijn eerste console was een Super Nintendo. Enfin, ik ga je maar niet te veel over uitweiden. Weten de mensen hoe oud ik ben. 28.
altijd 28. Ik weet niet wat mijn favoriete game is. Ik heb ook nog niet zoveel ervaring natuurlijk. Is het Cyber Furry? Nee. Is het Animal Crossing? Heb ik nooit gespeeld. Is het It Takes Two? Nee, ik vond dat niet zo... Het is niet It Takes Two. Nee. Is het Trine? Trine is niet mijn lievelingsspel en ik vind dat een heel frustrerend spel om te spelen. Wel met jullie. Ligt vooral aan Kaar, niet aan mij. Dat is altijd de schuld van een ander. Ja, Alice Madness Returns vond ik tof. Alhoewel dat er zo één level was met zo die kaarten in de lucht. Alleen zo platform gemaakt van kaarten. Dat vond ik niet leuk, maar voor de rest was het oké. En Overcooked. Maar kun je een Overcooked tellen als een echte game? Ja. En Tetris. Ja, Tetris, Overcooked zijn echte games. Het is niet omdat het niet Call of Duty is, dat daarom geen echte game is, hè. Ja, maar uiteindelijk, Overcooked leert je ook wel te organiseren. Gelijk, je moet een bepaalde flow volgen om je keuken goed te laten draaien. Wilt jij zeggen dat er positieve elementen aan videogames zijn? Ja. Het organisatorische vlak van sommige games, dat je zo inventory management moet doen, of effectief zo algemeen management. Of omgaan met stress, moeilijke situaties. Ja, de andere restaurantenspel. Wat was dat? Plates Up? Plates Up, ja. Dat was... inderdaad, ook een tof spel. En uw reflexen toch ook van... Scooters, zoals Call of Duty. Zelfs Call of Duty werkt goed voor de reflexen. Wat was dat spel met die tanks? Dat je vast zat... World of Tanks. Het was Call of Duty. Dus we hebben dat toch... Alleen, jij hebt dat gespeeld. Ja, ik heb redelijk wat Call of Duty's gespeeld. Zeker de eerste. Maar ik denk dat Ries die niet gespeeld heeft. Dat is Wereldoorlog 2. Nazi's knallen. Oh, demonetized. Oh. Wat zijn de positieve effecten van porno? Langer kunnen uithouden. Is dat zo? Ja, training. Ja. Maar het gaat niet echt over wat dat u zou leren. Het is gewoon dat het niet gelijk staat aan videogames. En het staat ook niet gelijk aan series. Je kunt ook... thuis niet vergelijken met House of the Dragon of weet ik veel. Thuis niet slecht praten, hè? Dat is een topprogramma. Ik bekijk dat al 20 jaar. Maar het stoort mij ook dat hij zegt van, oh, voor de vrouwen is het dat. Precies, dat vrouwen niet kunnen gamen. Ik heb nog nooit een vrouw zien gamen. Telt Animal Crossing als een videogame? Ja. Ja. Ik denk dat veel vrouwen ondertussen toch een Switch hebben of... Zijn vrouwen meer console? Vrouwen moeten de Wii Fit spelen. Zou jij dan eerder gebruiken, dikke Alex? Misschien. Loop nog wat rondjes met je VR. Pril. VR-porno. Ah ja, je kunt de beide combineren, ja. Lopen. En trekken. Ja, heb je genoeg geluld voor een afleveringetje van Vettige Klap? Ik doe wel een outro. Ken je dat? Tuurlijk. Dank u wel, lieve kijkers, voor het kijken van deze vettige klap. Ik wil graag de medepanelleden bedanken voor hier te zijn vanavond. We hebben onze kwartiermeester Kaar Kvartalu en onze lieftallige assistente Celina Gomez. Waarschijnlijk. Wacht, ik wou nog een opmerking maken over... Ja, videogames kunnen nu toch... Soms zijn die toch vol met emoties. Gelijk, soms moet je toch wenen van een videogame. Gelijk Alix bij Life is Strange. Dat is niet persoonlijk. Dan mocht je niet meer lachen. Nee, maar ik bedoel... Is dat niet zo gelijk... Misschien heb je problemen om je emoties te uiten en speelt je een game... Een videospel dat heel veel impact heeft op je. Helpt dat niet met je emoties? Nee? Ik ga daar niet op in. Ik heb juist uw diepste geheim heb verklapt. Ja. Nu gaat u heel stoïcijns doen. Ja, oké. Oké, dat was het. Dank u wel allemaal. Dank u wel. Mijn stop. Nee, ik was mijn...
mijn modelface aan het flexen. Dus zo uw kaken zo ietsje intrekken en dan zo heel schoon. Mieuwen, ja. Waarom mieuwen?